Oedipus, jij zult naar bed gaan met je moeder en kinderen verwekken. Onverdraaglijk om te zien. Jij zult je vader vermoorden. Wij staan hier op de plaats van het ongeluk. Zojuist kregen wij te horen dat koning Laius hier ter plekke is overleden. Er is een grimmige sfeer hier. Men is bedroefd, geschokt en immens verdrietig door deze gebeurtenissen. Eén iemand is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En over de identiteit van de dader is nog niets bekend. Wel leek er Van Moof betrokken te zijn bij het ongeluk. Naasten reageren vol ongeloof op het ongeluk. Koningin Jocaste was nog niet bereikbaar voor commentaar. Later vandaag zou waarnemend leider Creon een persconferentie houden. Meneer, kunt u ons vertellen wat er nu door u heen? Nou, ik weet niet hoor. Ik vind dit verdacht veel laken, die twee torens. Ineens ingestort. Nou, hoezo moet die koet dan in één keer instorten? En waarom is die koning dan dood? Die zit een luchtje aan. Die nieuwe technologie, die 5G, doet gewoon niet. Ik zeg het je. Het volk zegt het ons. En wij nemen dit natuurlijk uitermate serieus. We zijn zo bij u terug. Hopelijk met meer nieuws.